Het was natuurlijk vorige week kreeg ik de vraag van wordt dat een drama? Ik heb er niet op geantwoord, dus ik moet nu ook niet antwoorden. Maar dat is inderdaad een drama geweest. Hè. Dus daar train je geen 4 tot 6 keer voor in de week om in nationale gaan te spelen. Die Beneliga was een bust. We wisten, ik had verwittigd de jongens dat het een moeilijke competitie was, die play-off 2, want dat is eigenlijk meer op karakter vechten en doen dan handballen. En daar zijn we nog niet in thuis. Daar hebben we nog niet genoeg kilo's en de krachten voor. Dus goed, en ook een ander spelen. In de Beneliga speel je zonder stress, want je bent een jonge ploeg. En je mag elke wedstrijd in principe verliezen en speel je vrij uit. Terwijl je in deze wedstrijd altijd die stressfactor erbij krijgt. Goed, dat is natuurlijk een goede leerschool. Hopen dat ze uit deze situaties veel geleerd hebben. Dat ze dat meenemen naar die Beneliga-competitie. Maar dit hoeft er mij niet. Het was vanavond nog eens de hel van Zorgvliet. Hè? Ja, goed. Het was inderdaad spijtig voor Doornik natuurlijk. Ze hebben een goede entourage, je ziet het ook. Er zijn veel supporters bij, een vrij goede ploeg toch. Men dacht altijd dat het verschil tussen de eerste nationale, het zijn dan tot 2 ploegen, Nelo en Doornik, zo groot zou zijn met de ring. Maar het is toch niet, het is gebleken dat toch wel vrij kort bijeenhangt. En dat is ook goed voor het handbal. Als je van onder de steun nog krijgt, als daar alles wegvalt, is het ook verkeerd natuurlijk. En dat is knap. We moeten zo verder blijven doen. Hopen op elk jaar, volgend jaar, elke week dit publiek. Hè, want ze stonden er allemaal achter en het was volgens mij helemaal uitverkocht. Ja, het was inderdaad, het basket was vol en dat is goed natuurlijk. En, maar dan in de Beneliga, zoveel publiek, dat moeten we proberen te houden. En goed, voor mij mag het natuurlijk en voor de jongens ook niet, want hier doe je het voor. Lege zalen spelen, dat droomt niemand van, dus hier doe je het voor en dat is prachtig. Hoe heb je deze wedstrijd aangevat? Want ja, er waren mensen die twijfelden. Ja, er was twijfel natuurlijk. Hè. Het is een jonge ploeg. Maar toch zie je dat vandaag wat Kevin nog brengt in rust, wanneer het wat minder gaat natuurlijk. En dat hebben we natuurlijk in de voorbije wedstrijden gemist. Als je ons ziet spelen in de beker tegen Bocholt, spelen we een zeer goede wedstrijd. Alleen mis je daar een aantal dingen. En Bocholt is sterker. Dat is ook geen schande. Die weg moeten wij nog afleggen. Maar oké, goed, de wedstrijden tegen Merksem hebben we toch ook altijd gewonnen. Het was juist tegen die ploegen die je niet zo goed kende, waar we problemen. En dat was ook meestal mentaal, want iedereen zat in het kopje van het zal wel lukken. Maar goed, die mannen kunnen ook handballen en die zaten dan mentaal iets sterker. En daar zijn we altijd op afgerekend geworden. Maar goed, vandaag, en zeker op Nederland ook, daar spelen we een schitterende verdediging. Wedstrijd in verdediging, maar we missen te veel kansen. 3 penalties en een race om open kansen. Vandaag ook weer, op het moment dat het wat moeilijk wordt, missen we ook te veel kansen. Want als je die doelpunten gewoon tegen het net prikt, dan komen ze niet meer in het spel voor natuurlijk. Maar goed,